Moederdag, vrienden, sla ik gewoon altijd over. Ja, laat ik gewoon gaan. Mijn moederdag is 27 maart. Ja, 27 maart is de verjaardag van mijn moeder. En dan vier ik moederdag. Ja. En dan denk ik gewoon weer even terug aan haar, hoe ze was. Weet je wel, dat ik dan met haar naar Carré ging en naar Toon Hermans. En dat zij dan boven iedereen uit hoorde je haar keihard lachen. Zo hard dat Toon Hermans dan zei, heeft u het nou zin, mevrouw? Zo, weet je wel. En dan zat jij een beetje te schamen, maar nu besef je dat ze dan gewoon naar haar zin had. En je denkt terug aan al die momenten. Dat ze zorgzaam was en lief was. Ja, dan denk je gewoon terug aan van, in de winter nog een extra kruikje. Weet je wel, nog even zo voor het slapen gaan. Lekker maar, lekker heerlijk. En in de zomer, dat je dan je rug verbrand had, dan kwam ze met allemaal van die plakjes komkommer. En dat legde ze dan op je rug. En dan zat ze uren bij je. Ach, dit zijn allemaal die momenten die weer in je hoofd schieten. Dat je ziek was. Weet je het nog? Ja. Mocht je op de bank liggen en dan werd je lekker toegestopt. En dan krijg je lekker een beetje je keelpijn. En dan krijg je vla. En dan krijg je lammetjes pap. En al dat soort dingen. Dat zijn de dingen waar je aan denkt. En dat je examen had. Ja. En dan kom je thuis. En dan had je moeder. Zei ze, ja, ik heb voor jou lekkere broodjes gemaakt. Weet je wel, met de dingen die jij het lekkerst vindt. En allemaal dat, weet je wel. Om je een beetje aan te moedigen en om je te verwennen. En vrienden, die dingen, die komen allemaal weer terug. Op mijn moederdag. En dan weet ik gewoon dat ik niet de enige ben. Nee, ik ben niet de enige. Er zijn nog tienduizenden lieve moeders in Nederland die ook zo voor hun kinderen zorgen. Ja, en tegen mijn moeder en tegen al die moeders zou ik willen zeggen, dankjewel.